Friesland, het mag weer. Ja, na 2 jaar digitaal zijn we hier weer fysiek bij elkaar. Wat heerlijk dat dat weer mag. Ja, lekker in de oude haar van je buurvrouw. In de zweetlook van die man voor je. Kleppende dames naast je. Het mag weer. Heerlijk. We zijn weer. Super dat het weer kan. En er is een heel mooi programma vanavond voor jullie. En we gaan 2023 inluiden. En hoe kunnen we dat nou beter doen? Met gewoon lekker borrelen, bier drinken, die foyer in, bitterballen eten, lekker feestje, dansen, allemaal heen. Het is wel van de gemeente. Oh ja. Hoe kunnen we 2023 nou beter inluiden dan met onze eigen burgemeester? Goedenavond. Een heel gelukkig nieuwjaar. Dat een machtig mooi 2023 mag worden. Pantarij. Alles is verandering. Wat fijn dat u er allemaal bent. Hier in ons Westland Theater De Naald. En speciaal welkom aan diegenen voor wie 2022 een bijzonder jaar geweest is. Zoals de winnaars van de sportprijzen. En de inwoners die een onderscheiding hebben ontvangen. En natuurlijk aan de genomineerden voor de uitblinkers. Mooi om aan de start van het nieuwe jaar elkaar hier te ontmoeten en allen veel goeds te wensen. Ik wil echt beginnen om alle hulpverleners te bedanken die op Oudejaarsdag en tijdens de jaarwisseling voor u, voor mij, voor ons allemaal paraat stonden. Zij hebben het gestaafd van elkaar. Inderdaad, zij hebben een prestatie van formaat geleverd en dat was inderdaad een applaus waard. Vanavond kijken wij samen vooruit, maar blikken we ook nog even terug op het afgelopen jaar. Of wellicht de afgelopen jaren. Immers, de laatste nieuwjaarsontmoeting was in 2020. En ik wil u meenemen in een gedicht van de zanger Stef Bos, die zo treffend samenvat waar we de afgelopen jaren en op een andere manier momenteel wellicht nog steeds mee te maken hadden. Onvoorstelbaar hoe in 2 weken de wereld kan veranderen en wij in verwarring naar buiten kijken. Overspoeld door feiten waar we achteraan lopen, zonder te weten waarheen. Hoe goed we het ook door de jaren heen hebben geleerd de kop in het zand te steken. Zelfs ondergronds dringt het nieuws tot ons door. En worden wij wakker geschud door stilte. Stef Bos schreef dit gedicht als een lentevers. Midden in de coronaperiode. En hij blikte terug op een bizarre en onvergetelijke lente. Waarin zoveel ineens tot stilstand kwam. Hij schrijft over verandering. En wat mij betreft is zijn gedicht niet alleen in die lente van toepassing. Voor mij staat verandering centraal als ik terugkijk, maar ook als ik vooruitdenk. De media staat er vol van. We vallen van de ene crisis in de andere. En we moeten branden blussen en aan de lange termijn denken. Recessie, herstel, transitie, veel dure woorden. Alarmerende berichten en dat kan ons allemaal soms somber stemmen. Toch kunnen veranderingen ook iets positiefs brengen. Kijk naar de coronacrisis. Naast het leed en het verdriet en de grote impact op het dagelijks leven, gaf het ons ook aandacht voor het kleine, voor elkaar en de kwetsbaarheid van het leven. En onder invloed van de coronacrisis zijn we ook gaan nadenken over de rol van de overheid. Zorg, openbaar vervoer, beveiliging, energievoorziening. Het is allemaal op afstand gezet. Maar in tijden van crisis zien we hoe kwetsbaar onze samenleving daardoor is geworden. Veranderingen zullen noodzakelijk zijn. Alleen al het grote personeelstekort in de diverse sectoren schreeuwt om veranderen. Maar laten we eerlijk zijn. We zijn meestal niet zo goed in veranderen. We hebben tijd nodig
om ons aan te passen en hobbels als onzekerheid, wantrouwen of angst voor het onbekende te overwinnen. We voelen ons over het algemeen prettig bij het vertrouwen. We zoeken vaak naar houvast. Verandering is niet altijd makkelijk, maar soms wel nodig. De manier waarop is daarin wel van belang. Zien we niemand over het hoofd? Kan iedereen meekomen in de complexe stroomversnelling die vaak gepaard gaat met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie, communicatie en mobiliteit? Om dergelijke zorgen over de veranderende samenleving met elkaar te delen en met elkaar hierover in gesprek te gaan, organiseerde de gemeente een dialoogavond. Om zo begrip voor elkaar te krijgen, ondanks de verschillende inzichten. In maart vorig jaar werd de nieuwe gemeenteraad van Westland geïnstalleerd. En in mei volgde er een nieuw college. Nieuwe speerpunten en opdrachten vragen om prioritering. Maar ook veranderende omstandigheden doen dat. Ik noem de energiecrisis, waar zoveel van onze ondernemers en inwoners hard door geraakt worden. Waarop met veel inzet en creativiteit nieuwe ideeën en ambities ontstaan op het gebied van duurzaamheid. Van het gas af is inmiddels geen discussie meer. Nu komt het aan op initiatief, creativiteit, durf en doorpakken. Prima Westlandse kwaliteiten, lijkt mij zo. Maar ik noem ook het tekort aan betaalbare woningen in de gemeente Westland. Wie kan als starter nog een woning kopen of huren? Te lang staan jongeren aan de kant. Maar gelukkig kunnen we in de gemeente Westland vanaf begin dit jaar versneld 1500 betaalbare woningen bouwen voor onder andere jongeren en starters. Het college van burgemeester en wethouders heeft hierover afspraken gemaakt met de provincie Zuid-Holland. Nu moeten de locaties gevonden worden. En u weet, locaties in het Westland zorgen voor discussie. Maar we kunnen niet alleen de lusten hebben. Mijn oproep is dan ook, zorg dat we dit jaar op 10 locaties kunnen beginnen met bouwen voor onze jongeren. Dat is onze plicht aan een nieuwe generatie. De wereld. De wereld verandert snel en vraagt om wendbaarheid. Inspelen op veranderingen en ontwikkelingen valt niet altijd mee. Hoe blijft Westland ook in de toekomst de leidende tuinbouwgemeente van Nederland en ver daarbuiten? Innovatie, technologie, kunstmatige intelligentie en robotisering zullen leidend worden in de tuinbouwsector. Wellicht de grootste verandering in tijden. Die veranderingen zijn overigens al begonnen en vragen om nieuwe vaardigheden. Techniek gaat medeleidend worden in de tuinbouw. En een campus rondom het World Hortus Center, waar de Technische Universiteit van Delft een centrale rol moet gaan vervullen, is daarvoor een noodzaak. Op 1 januari 2004 werd de gemeente Westland opgericht. En dus gaan we inmiddels langzaam maar zeker richting ons jubileum van 20 jaar. We zijn jong volwassen. Je zou kunnen zeggen, de puberteit voorbij. We zijn ook gegroeid in meerdere opzichten. In 2004 telden we ruim 97.000 inwoners. En dat zijn er inmiddels meer dan 115.000. De gemeente Westland is volop in ontwikkeling. En als er één ding is dat me elke keer weer opvalt in onze gemeente, dan is dat veerkracht. Van de glastuinbouw, van ondernemers, van organisaties, van verenigingen en van inwoners. Ik heb zeer veel bewondering voor hoe de Westlandse gemeenschap zoveel oppakt. Ik vind het prachtig om al die initiatieven van omzien naar je buren tot de opvang van Oekraïners onder de Westlanders te zien. We hebben veel om groots op te kunnen zijn. Bijvoorbeeld met het optreden zojuist van het koor Laus Deo, dat vorig jaar maar liefst 150 jaar bestond.
En op deze avond zien we meer voorbeelden van het rijke culturele leven in de gemeente Westland. Met dans, muziek en cabaret. En wat dacht u van de Jongerenwaarderingsprijs? De uitblinker die we vanavond uitreiken aan jonge vrijwilligers in onze gemeenschap. Hier de voorste rij. In Westland staan we voor de traditie van de mouwen op grond, hard werken en veel mooie resultaten. Laten we ook in 2023 met elkaar gaan voor een krachtige glastuinbouwgemeenschap en een hechte gemeenschap. Ik rond af. Sinds een jaar ben ik een trotse grootvader. En dit jaar hopen mijn vrouw en ik een nieuw kleinkind te mogen verwelkomen. Over veranderingen gesproken. De komst van de nieuwe generatie is ook een mijlpaal in je leven die ook nieuwe inzichten brengt. Zo hebben we allemaal, hoop ik, mooie persoonlijke herinneringen en vooruitzichten en fijne mensen om ons heen. Wat ons helpt om te relativeren hoe moeilijk of lastig het soms ook is of lijkt. Ik wens u allen een gezond en gelukkig 2023.